President Desiree Boutersen is gisteravond samen met de First Lady Ingrid Boutersen-Waldering en overige veilig en wel aangekomen in Suriname. De president was in Havana, de hoofdstad van Cuba, voor medische redenen. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. De resultaten na zijn behandeling zijn positief te noemen en het staatshoofd is in goede conditie terug om zich conform zijn grondwettelijke taken verder in te zetten voor land en volk, zegt NII. Op de luchthaven is de president verwelkomd door onder meer vicepresident Ashwin Adin, defensieminister Ronnie Benschop en DNA-lid Patrick Kensenhuis. Zowel het staatshoofd als de artsen die mee zijn gegaan zijn tevreden over de gezondheidszorggenoten in Cuba. Er zijn Surinaamse artsen en artsen van Cuba die hier werken meegegaan, geeft de president aan. Na de checken van de rapporten die hier zijn opgemaakt, werden ze daar opnieuw weer gedaan natuurlijk. Kreeg een soort diplomatieke vriendelijkheid. De Surinaamse artsen zeiden, laten we in Cuba opereren. En de Cubaanse artsen zeiden, nee, je kunt in Suriname opereren. Uiteindelijk is het dan toch Cuba geworden. En we zijn daar ook heel erg dankbaar voor. Een goede ondersteuning van zowel onze Cubaanse als onze Surinaamse artsen. En natuurlijk heb je daar natuurlijk op dit stuk wat meer armslag, denk ik. En dus, thank to God, goed gegaan. Dus het is een kwestie van uitzieken, op temperatuur komen om weer aan de slag te kunnen gaan. De regeringsleider geeft verder aan dat de ravage die de orkaan Irma in Cuba heeft aangericht hem niet is ontgaan. Volgens president Boutersen moeten wij als land blij zijn dat wij bespaard blijven van deze weersfenomenen. Want al de landen in het Caribisch gebied, althans overal waar Irma langs geweest is, is een totale, complete desaster geworden. We hebben het daar in Cuba niet erg gevoeld als zodanig, meer van de media. En natuurlijk wind, regen enzovoorts. En natuurlijk de ravage de volgende dag, maar we hebben niet als zodanig gemerkt. Daarna heb je natuurlijk de enorme organisatie en solidariteit met elkaar om zaken op te ruimen, de energie snel aan te pakken. Kortom, het is weer een aparte soort ervaring en een experience die de mensen hebben. Dus het is één woord gezegd geweldig. Maar goed, summa summarum zouden we zeggen, het is goed om weer thuis te zijn natuurlijk. En straks weer aan de slag te kunnen gaan. Ja. President Boutersen, die gisteravond samen met de First Lady Ingrid Boutersen-Waldering en overige delegatieleden veilig en wel in Suriname is aangekomen. Het staatshoofd was voor medische redenen in Havana, de hoofdstad van Cuba.